20 jaar, hè? 20e seizoen, Tom. Waarom wordt dit nooit saai? Het is een succesformule. Ja? En daar kun je dan in principe oneindig mee door. Nou, zullen we er even naar gaan kijken? Nou ja, graag. Even een terugblik. Ja, leuk. Ik voel meteen weer die spanning. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Zeker, zeker. Ja. Kijk, het was natuurlijk al een heel goed programma. Ook toen er nog geen BN'ers meededen. Ja. En tuurlijk, tegenwoordig zijn er wat minder bekende BN'ers. Of beter gezegd, volstrekt onbekende BN'ers die meedoen. Maar heeft het programma raar genoeg niet zonder te lijden. Nee. 3.200.000 kijkers. Ja, nou ja. Ongelooflijk. Dat zegt het al. Ja, ja. Ja. En Henry, Anita is er helaas uit. Was volgens mij een hele goede mol geweest. Heel, maar ja. Jammer, ja. Ik zit nu heel erg op Buddy. Ja? En ook wel een beetje op Tina eigenlijk. Johan? Moeten we ook zeker in de gaten houden, denk ik. Ja, ja, ik zit zelf heel erg op Nathan Rutjes. Oh ja, dat snap ik wel. Ja, ik weet niks van voetbal, maar daar zit ik ook op. Maar ook meer om te spreken. Ik denk dat je meer follow the money. Ja, follow zeker, the money. Ja, zeker. Ja, ik denk dat je Rob in de gaten moet gaan houden. Ja, dat dacht ik eerst ook. Maar toen dacht ik ook, Rob ligt wel heel erg voor de hand. Ja, maar juist omdat de programmamakers dat weten, denk ik dat hij wel eens een hele goede mol zou kunnen zijn. Ja, maar ze weten natuurlijk ook, die makers, dat hij juist daarom heel geschikt is, zeg maar. Dus dat is dan weer een goede reden om hem geen mol te maken. Ja, ja. Nou ja, of juist weer wel. Ja, precies. Je zou ook kunnen denken van, nou, dat is misschien een hele goede aanleiding om het weer wel te doen. Ja, nou, dat zou je denken. Nou ja. Nou ja. Ja, ja. Hey, en zijn jullie ooit gevraagd? Ben ik heel benieuwd naar. Nee. Ik denk dat ik een hele goede mol zou zijn. Oh ja? Ja. Zou dat kunnen? Ja, ik denk het wel. Ik zou echt niet weten hoe ik me dan zou moeten gedragen. Wow. Echt heel goed. Mijn hartje. Echt, dat is van de Nou, ik hoop het. Dat zou ik ontzettend leuk vinden natuurlijk. Ja. Kan altijd bellen.